heb al verkeerslichten gezien. Ja, ik ook. Ik zie dat het wat ook. Wordt de ring liggen rechtdoor. Terugpas. Snelheid gaat eruit. Rechtsaf krijgt het groen. Rechtdoor krijgt? Ook. Ook. Dan probeer ik eigenlijk om die camper heen te kijken hoe het er in de verte uitziet. Ik ga me niet focussen op de achterkant van die eerste auto, want daar kijk ik. Helemaal om die hoek heen. Rechtdoor is rood. Linksaf rood. Oké, mijn vrije ruimte ligt op. Welke strook? Links. Oké, daar naartoe. Kruip naar voren toe. Vanaf de overkant zie ik eigenlijk het laatste voertuig al wat straks af gaat staan. Ja, dat is een grote zilveren ding. Dan moet ik alleen op zij en letten. Juist, en dan je kijkt alleen nog naar rechts en dan kun je doorrollen als die vrij is. En we kunnen door. Netjes joh, top. Strookje om, snelheid eruit. Fietser op links, daar komt ze. Let op. We kunnen achterdoor mee. Die man gaat ook nog mee. Snelheid eruit, snelheid eruit, snelheid eruit. Snelheid eruit, snelheid eruit. Kijk, je zag de blik, hè? Ja. Dan ben je eigenlijk toevallig die kruising opgereden. Oh ja, dat ze bang is dat je nog doorrijdt. Nou ja, bang dat je doorrijdt. Je valt op. En eigenlijk wil ik dat die snelheid er zo vooruit gaat. Oh, dat ze eigenlijk doorfietst. En heel ver in de hoek van de oog iets ziet bewegen. Maar niet de noodzaak voelt om daar naar te kijken. Ja. Nu kijkt ze naar rechts en zegt, hey, wat moet daar nou aanzetten? Ja. Dus als je goed oplet op de mensen om je heen, geeft die eigenlijk aan van, hey, doe je netjes of doe je niet zo netjes? Nee, precies. Of dat verdient geen medaille. Een van de drie. Ja. Was nou helemaal misdadig fout? Nee, zeker niet. Nee, maar ik moet dus iets verder nog juist afstand houden. Iets meer te groot. Oké, snelheid eruit. Blijf rechtdoorrijden. Nog meer die snelheid eruit. Nog meer, nog meer. En nu heb je kans om te gaan kijken. Scan links, scan rechts. Probeer het beeld te pakken van die kruising. Zit er een fietser achter die bus? Tegenovergesteld staat nog stil. Rechts kan niet rijden, want links rijdt. Kunnen we door? We kunnen door. Hé, groen. Dat is mooi. Top. En die verhouding moet je gaan snappen. Op het moment dat het tegen moesten komen te gaan rijden, kan rechts nooit van zijn leven groen krijgen natuurlijk. Nee, maar wel de hoek om rechts. Wel de hoek om. Maar als ik op de tweede rijbaan ben. Juist, dan... maar die zijn zo belangrijk, want die komen achter stilstaande verkeer van rechts. Ja. Scan hem over, zo is het. Rijk hier nou rond 3:15 vanmiddag, dan ben ik extra voorzichtig. Ja, want dan lopen er heel veel mensen en fietsen. De schoolkindjes van school vandaan, precies. Ja. Het is nu woensdagmiddag, kindjes zijn allemaal een beetje aan het eten. Nu komen ze ook weer naar buiten natuurlijk, allemaal spelen. Linksaf, stel het gaat eruit. Ga maar vertellen wat je ziet. Ik zie hier twee auto's, daar ja, nu dan mensen. Eentje die weg gaat, slaat er eentje door. Die mogen doorrijden, daar helemaal niks. Gaat die witte doen. Rechtdoor. En wat komt daar aan? Een motorscooter en een rode. Maar dan had ik nog een scooter. Blijf staan, blijf staan. Blijf stilstaan. En nu kun je weg. Oh. Want iedere meter die je verderop rijdt, rij je steeds verder in de kruisingsorde. Ja, en ga je dus opvallen. Precies. Ja, okay. Ja. Okay. Als je niet kunt, stil blijven staan. Dat je niet dat neusie aan neusie, als ze verbreken als je er verkeer in gaat, dat wil ik niet zien. Kan niet oversteken nu, want hij heeft groen, dus ik kan voor deze. Juist, top. En dan mag ik over het zebrapad al? Voor mij betreft wel, als je het laatste voertuig hebt gezien, dan is die Renault. En dan kun je lekker doorrollen. En toch maar. Nergens. Eigenlijk vanaf ongeveer zo'n bord, net iets later, moet je dus eigenlijk af hebben. Vrij ruimte op rechts. Ja, 100, 150 meter. Dan ga ik echt, moet echt die snelheid er helemaal uit zijn. Links heb je gezien met die groene jas. Staat die stil of wat doet ze? Staat stil. Akkoord.
laatste voertuig op links. Ja. Kijk, daar komt ze. Ja. En dat kan ook niet anders, want het verkeer van links heeft groen. Wat afstaat naar links. Ja. En dan moet die fietser op enig moment meegaan met het verkeer. Komen er nog drie aan. Laatste voertuig. En dan moet ik hem ervoor tikken. Nou, nee. Ja. Dan ga je verliezen. Niet? Nee. Dan ga je echt verliezen. Kijk, nu sta je eigenlijk te koop voor heel de wereld. Ja. Dus al die auto's die je net in hebt gehaald met een hoop kunst- en vliegwerk, komen hier nu weer voorbij. Kijk, die motorrijder. Hoppakee. En het laatste, die rode. Nou, die hebben we ook al eerder gezien. En dat geeft helemaal niks. Hey, we zijn bezig met instructie. Nou, dus eigenlijk had ik al schuin moeten gaan staan voor die auto. Dat ik je had op mij betreft af mogen blokken. Ja. Met andere woorden, ik zit er eventjes voor. Maak even oogcontact met de bestuurder. Steek even een hand op. Hé, hey, ja. Hier ben ik. Je ziet wat er gebeurt, hè? De kaas of je brood gegeten. We gaan rechtsaf. Oh. We willen van een plaatje. Dat we elkaar nu nog een keer in gaan halen en tegenkomen. Maar goed. Hoi.